President Desiree Bouterse heeft de studenten van de Anton de Kom Universiteit opgeroepen zich in te zetten voor de ontwikkeling van het land. Hij bracht gisteren op verzoek van deze studenten een bezoek aan de Student Housing Campus Village. De president haalde daarbij onder andere aan dat het ideaal van Anton de Kom zijn speurtocht is geweest. Bouterse adviseerde de studenten die in zijn voetsporen willen treden niet naar de persoon Bouterse te zoeken, maar naar het ideaal van Anton de Kom. En wij slaven van Suriname. Misschien zal het niet geheel onmogelijk zijn om negers en Hindustanen, Javanen en Indianen te doen verstaan hoe slechts de solidariteit alle zonen van Mama Sanang kan verenigen in de strijd voor een menswaardig leven. Dit ideaal van Anton de Kom, dat was mijn speurtocht. En ik wil u bijna smeken. Laten we hier naar op zoek gaan. Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Lilian Verrier haalde aan dat de village-gedachte, zoals die is uitgezet, nog moet komen op de Student Housing Campus Village. Volgens de bewindsvrouw moet er daaraan nog gewerkt worden. Maar wat veel belangrijker is, is jullie social contacten, omdat het hier al vol moest zijn. Dus we hopen dat met het nieuw collegejaar de bezettingsgraad ook flink omhoog gaat. En dat jullie dan met z'n allen inderdaad dat studentendorp hier, de studentenbezigheden hier meer gaan ontwikkelen. Ik wil het niet te lang maken, nogmaals. Alles is in place. Ik heb onlangs nog geëvalueerd met het bestuur. Ik ben een lastige, kritische minister. Dus ze hebben ook een beetje, en de directeur ook, hoewel hij heel hard zijn best doet. Hij rent midden in de nacht nog om klusjes op te lossen, wat ook niet zijn job is. Maar we zijn heel hard bezig. We moeten het inderdaad met z'n allen doen. Jullie bijdrage is van belang en ik hoop dat ook vanuit jullie feedback er verbeterpunten kunnen komen. Lilian Verrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze sprak de studenten gisteren toe tijdens het bezoek van president Desiree Bouterse aan de Student Housing Campus Village.